iets in mijn hoofd wat het omzetten. Waardoor ik juist weer gewoon goed ben gaan voetballen. Omdat ik zoiets van, ja, fuck. Of ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar je mag baat, zeg maar, krijg, mag je alles zeggen. Zeg maar, krijg allemaal lekker de pleuris. Ik weet zelf dat ik, wat ik kan. En dat... Kenneth Taylor, die de bijnaam Naked draagt, gekregen door zijn beste vriend Brian Brobbey, is een van de lichtpuntjes van het horrorseizoen van Ajax. Ik heb wel zin in een goed interview. Oh ja. Jij ook? Ja, op zijn tijd. Niet altijd. Ben je van het interviewen en of in ieder geval geïnterviewd worden? Nou, af en toe is oké, maar niet heel vaak. Taylor was 8 jaar toen hij voor Ajax ging spelen. Een tweebenige en creatieve middenvelder. Een speler zoals ze hem graag zien hier in Amsterdam. Vader zei wel eens met schieten vooral van oké, waarom zou je nu om je as heen draaien, terwijl met rechts is waar was sneller. Dat? In wat voor setting was dat? Was dat ergens? Ja, gewoon wel op straat en op voetbalveldje bij de oude club. Dan gingen jullie met z'n tweeën gewoon voetballen. En wat je wel zegt, dat romantische, dat heeft hij, maar dan niet in de regen, maar tegen een muurtje ook wat tikken, zo links en rechts. Ja, dat ook wel gedaan. We gaan terug naar het seizoen 2021-22. Erik ten Hag heeft een mededeling voor Taylor. In de winter zei hij inderdaad van, ja, misschien voor je speelminuut is het beter om... om te verhuren. En toen had ik gezegd van, ja, dat wil ik niet, want ik train hier gewoon met de beste spelers van Nederland. Ik weet dat ik het kan en ja, ik speel mezelf wel aan de basis later. Ja, een Ajaxiet die is grootgebracht met de gedachte, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Weer iets wat ze graag zien hier in Amsterdam. En dan Feyenoord, heb je er een beetje een goed gevoel over? Ja, tuurlijk, sowieso. En wat gaat dat worden? Zeg maar. Dan gaan we zondag zien, maar wij gaan winnen. Zie je wel een soort van licht aan het eind van de tunnel? Dat je denkt van... Ja, ik denk dat wij gewoon nog steeds kampioen worden. En waarom dan? Wat is dan, zeg maar, de voornaamste redenen? Omdat ik vertrouwen heb in ons team en in alles. We kunnen ook wel stellen dat je inmiddels wel een echte Ajaxiet bent. Ja, ook wel mijn hele leven hoor. Ja. Dat niet nu, dat was wel sinds ik geboren was wel. Het is een seizoen om snel te vergeten voor Ajax. En het spel was vaak ook niet om aan te gluren. Maar de kwaliteit van de selectie, daar ligt het niet aan, volgens Kenneth. Kunnen we concluderen dat de selectie gewoon nog steeds niet goed genoeg is? Nee hoor, ik denk dat in onze selectie genoeg kwaliteit rondloopt. Dus. Ja, denk je niet dat het nog een soort van kwaliteit mist en dat het misschien ook wel de reden is dat Ajax op dit moment nu 5e staat? Nou, ik zie alle jongens elke dag op het trainingsveld en elke speler die hier speelt is een goede speler. Hoe was dit seizoen voor jou? Het is nog niet afgelopen, maar we gaan richting het einde. Ja, klopt. Ja, het was een lastig seizoen natuurlijk. Bij het begin vooral. En uiteindelijk heb ik de draad weten op te kunnen pakken. En met veel rollercoaster, zo zeg je dat natuurlijk. Dus het was soms lastig en soms leuk, maar... ik denk altijd dat je van de lastigste momenten het meest leert. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dus. Ja, wat heb je geleerd? Wat leer je dan als het zo slecht gaat? Eigenlijk van alles wel. Want ik heb dit nog nooit meegemaakt natuurlijk. En ik denk dat veel jongens in ons team nog niet zoiets mee hebben gemaakt. Dus... Dat het zo slecht gaat? Ja, en ik denk dat je dat ook meeneemt naar... bijvoorbeeld naar andere clubs, als je een keer weggaat en dat je dan misschien sneller dingen herkent van oké, toen ging het zo fout. Dus dan denk je van oké, misschien moet ik het zo doen, zodat het weer beter gaat. Jij komt ook nog uit de tijd dat Dusan Tadic hier zat, Tagliafico, Martinez, Alvarez, de Grinta. Hoe zit dat in dit team? Want we kennen allemaal de verhalen. Tadic die nog na de training de sportschool inging of oefeningen doet. Is dat iets wat jij ook nu doet? Ja, maar dat heb ik ook. Dat doe ik eigenlijk altijd al 3 jaar lang. Alleen, voor mij het niet alles hoeft ook in de media te komen. Snap je? Jullie zien natuurlijk ook alleen wat er in de media komt en gebeurt. En, maar vertel eens, wat doe jij dan? Nou, er zijn genoeg jongens die ook de gym in gaan doen. Dus nu ook na de trainingen, voor de trainingen. Dus ja, dat is een beetje makkelijk gezegd dat niemand de gym in gaat. Dat is ook helemaal niet waar. De selectie werkt dus hard. Maar het lukt Ajax maar niet om topwedstrijden te winnen. En voor Kenneth komt er nog iets bij. De fans fluiten hem in een periode van het seizoen uit bij wedstrijden. En ik ben volgens mij wel bijna bij alle wedstrijden geweest dit seizoen. Ja, jij was echt niet de slechtste. Ja. Maar toch werd jij uitgefloten. Ja. Waar ligt dat aan, denk jij? Ja, ik heb mezelf niet uitgesloten. Dus, nee, maar... Ik weet niet waarom, maar wat je zegt. Ik wil ook niet zeggen dat ik de slechtste was of iemand anders de slechtste was. Maar goed, daar gaat het ook niet om. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... waarom ik? Ja, ja. Toch? Ja, nee, wat ik net zei, ik ben wel iemand, ik kijk vaak wel echt wel naar mezelf en eigenlijk nooit naar anderen. Omdat ik dat niet aan de hand heb, zeg maar. Ik heb alleen mezelf in de hand en daardoor kan ik jongens alleen maar beter laten spelen of dat soort dingen. Dus ja, waarom ik werd uitgefloten, dat weet ik echt oprecht niet. En, maar vond je het terecht op dat moment? Vind je het terecht dat er überhaupt spelers worden uitgefloten of dat er wordt gefloten als jullie... Als ik supporter was geweest, zeg maar, dan zou ik nooit mijn speler uitfluiten. Nee, nooit. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, het is voor de supporters de enige manier om, om een onvrede te uiten of zo. Mm-hmm. Weet je wel, dat je denkt, ja. Maar nog steeds zou ik dat zelf persoonlijk nooit doen. Omdat ik weet wat dat gewoon met de jongen doet. Wat doet dat dan met jou? Nou, het is niet zeg maar dat ik... het is niet als iemand gaat fluiten dat je denkt van oké, ja, ik ga beter spelen, snap je? Of je krijgt energie om beter te spelen, een soort uitgevlogen. Dan is het meer van ja, waarom fluiten jullie me uit? En dan ga je denk ik juist minder, daardoor minder spelen. En dat is niet in mijn geval specifiek. Ik denk dat dat in het algemeen is, zeg maar, als iemand of het stadion fluit op spelers of op het team. En ik snap wat jij zegt met het onvrede uit. En dat is ook wel zo. En dat is ook wel hoe voetbal natuurlijk een beetje werkt. Alleen denk ik dat het... Ja, ik zou het zelf niet doen, omdat ik weet dat het... Het wordt er niet beter van. En wat heeft het met jou dan gedaan? Nou, bij mij was het juist een switch die ik maakte. Toen dat gebeurde dacht ik van ja, oké. Ik krijg lekker allemaal de pleuris. Ja. En nu, ik ga lekker doen wat ik zelf wil. En bij mij heeft het denk ik juist een knop omgezet. Maakt waardoor het iets los in je misschien ook wel. Ja, precies. Want ik dacht daarna juist van oké, weet je. Erger kan het niet? Of zo? Misschien dat, ja. En, ja, sindsdien ben ik juist veel vrijer ook gaan voetballen. En dus dat ik zeg, ja, voor mij was het misschien meer iets in mijn hoofd wat het omzette. Waardoor ik juist weer gewoon goed ben gaan voetballen. Omdat ik zoiets van, ja, fuck, of ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar, je mag mag je alles zeggen. Zeg maar, krijg allemaal lekker de pleuris. Ik weet zelf wat ik kan en wat ik doe op het veld. En hoe belangrijk ik kan zijn voor het team. En dat gaan jullie mij niet afnemen, snap je? Want ik speel gewoon voor mijn team, voor de supporters ook. Maar als de supporters mij uitfluiten, dan noem ik je niet echt een supporter. Dus dan speel ik ook niet voor die. Nee. En wat ik ook al een paar keer heb gezegd, de jongens achter FZ waar ik dan wel eens mee heb gesproken. Voor die mensen voetbal ik gewoon met heel veel liefde. Ja. En voor hun wil ik het zeg maar doen. Is het mooi om profvoetballer te zijn? Is het mooiste beroep van de wereld? Als alles goed gaat, is het zeker het mooiste beroep van de wereld, ja. Denk ik wel. Ik heb geen ander beroep gedaan, dus eigenlijk kan ik niet bepalen. Maar voor mij, in ieder geval, zou ik niks anders willen, nee. En als het slecht gaat, is het dan het allerstomste beroep van de wereld? Nee, dan is het ook nog steeds wel een leuk beroep. Alleen, onderschatten mensen wel eens hoe het dan is, zeg maar. Ja. Dus dan kan het echt wel eens wel lastig zijn, ja. En zo'n seizoen is het wel. Een slecht en lastig jaar, met meerdere dieptepunten. Maar... Eentje spant de kroon. Ja, voor mij was het dieptepunt Feyenoord uit. Ja? Ja, zeker. Ja, wat weet je dan voelt, je voelt gewoon eigenlijk voor schut. Dat je voor schut staat en een soort gewoon machteloos, snap je? Want 6-0 verliezen, sowieso is dat al schandalig, zeg maar. En dan ook van je rivaal en je voelt je op dat moment echt gewoon... Je wilt oprecht gewoon door de grond zakken. Het is een cliché antwoord, maar het is oprecht zo. Je wilt gewoon zo voelt het dat je op dat veld staat. Ja, dat je echt denkt van, kan ik weg? Oprecht. Zo dat voel je ook echt wel. En dat is voor mij verreweg het allerergste, ja. En dan die laatste twee wedstrijden. Almere City, Vitesse. Ja. Winnen. Ja. 5e worden. Ja. Lekker op vakantie. Ja, als we die winnen, dan wel. Ja, zeker weten. Oké, top. Nou ja, namens Amsterdam, win alsjeblieft die wedstrijden. Ja, want play-off spelen, ik weet niet of Amsterdam dat erbij kan hebben in dit seizoen. Nee, snap ik. En blijf nog maar een jaartje bij Ajax misschien. Top, dankjewel. Top, man.